shapeshifting.
Ik ga het niet doen.
so am I. I like dragons, I like butterflies. I make wishes talking to the sky. We are dreamers of a different kind. Dreamers. Go! Dreamers. I've always wanted to go away with you. Nothing else matters.
far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. And nothing else matters. Yeah.
out to your ear. Something beautiful when it feels like the world is falling apart.
sake, you mark it, sink or swim. One shot can make or break everything. Make the enemy fall down or bite the dust. We know that there's no other way for us. Tough times, a big stepper, fight in the front line. I am a rebel, and if you feel the same, come battle with us, step into the game.
blinded by the silence. 'Cause chaos used to be my guide. The stillness within me tears me up all through the night. My young heart is locked up. Break me out and set me free. I'm different when I'm with you. Used to be my guide. The stillness within me tears me up all through the night. My young heart is locked up. Break me out and set me free. I'm different when I'm with you. Like a
This is the century where our kind has the planet's future in its hands. From now on, the worst dangers come from us. Century.
Man, 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 man! Claustrophobics! Applausje, applausje! Yes. Applausje! Ik verwacht dat de mensen thuis heel hard klappen, maar je weet het niet, hè? Ik weet het niet. Ze zijn niet bij ons, helaas. Nee, klopt. Dat was helemaal leuk geweest. Dat was een stuk leuker geweest, maar we moeten het hiermee doen. Maar nog een stuk warmer, denk ik zelfs. Dat, met dat al die mensen. Ja, dat denk ik ook al, ja. Ja. Denk ik ook al. Dus, maar, Ronald. Ja, Ronald. Hoe vond je het om, om te draaien bij een livestream? Ja, tof man. Echt tof. Ja? Sowieso op zich is het al gewoon heel leuk om dat te doen. En ook om een paar eigen nummers te draaien. Ja, dat is ook gewoon gaaf om, om die te kunnen laten horen. Ja, zeker. En ja, eigenlijk alleen maar tof. Ja, want ja. Je hebt geen publiek nu, dus je hebt geen interactie. Mensen zeggen niet van, oh, ik vind het... Ja, tenminste, wij dansen natuurlijk allemaal mee. Ja, ja. Maar je hebt geen publiek waar je feedback uit ontvangt, zeg maar. Dus het is even wennen, denk ik. Ja, een ja. Camera praat niet terug. Klopt, ja. Ja. Dat is zeker waar. Ja, je moet ze maar inbeelden dan, toch? Ja, precies. Dat ze maar losgaan. Ja, inderdaad. Laten we het hopen. Ja. Ja. Hey, en voordat we verder gaan, Claustrophobics. Yes. Kun je wat over jezelf vertellen? Nou, ik ben Ronald dus. Ik kom uit Roosendaal. En daar woon ik al heel wat jaartjes. Ik heb nou een appartementje ook in het centrum. En daar besteed ik eigenlijk de meeste van mijn vrije tijd gewoon aan produceren. Dus echt hardstyle maken. En daarnaast vind ik het ook leuk om met andere mensen muziek te maken en ook andere genres. Ik ben eigenlijk ik vind alles wel interessant. Welke genres nog meer? Drum en bass heb ik ook wel wat in gemaakt. En, techno, er zijn meerdere drum en bass DJ's die hebben gedraaid. Ja. Dus daar kun je misschien mee connecten nog. Die zijn niet vast nog in de buurt. Ja, dat is zeker, dat is heel tof. En daarnaast ben ik ook bezig om iets voor mezelf op te zetten. Dus om mensen die dus ook aan het produceren zijn of willen produceren. Dus ook... les te geven en ook op creatief gebied. Dus hoe werkt het creatieve proces? Dat vind ik heel interessant. En daar heb ik de afgelopen jaren best wel veel inzichten van gekregen, zeg maar. Mm-hmm. En ook op het technisch vlak. En dus daar ben ik ook op het moment mee bezig om daar... Dus dat je echt lessen kan geven in hoe produceren werkt en gewoon de basics en hoe je daar verder in door kan groeien. Klopt. Dat soort dingen. Ja. Want jij kent Wijskamp ook, die draait natuurlijk heel veel bij Uilenkatten. Ja. Daar ben je ook mee aan het produceren? Zeker, of? Is een goede vriend van mij. En wij zijn eigenlijk al jaren terug zijn we een keer begonnen met Ableton. Ja. En hebben we een nummertje proberen in elkaar te zetten en hebben dat wat vaker gedaan. En de laatste jaren zijn we er allebei gewoon wat meer actief mee, of actiever mee bezig, zeg maar. Ja. En dus met hem doe ik dat net zo. Ja, klopt. Ja. Dus, en dat klikt ook nog goed, want meestal zit je met dezelfde stijl veel met elkaar aan het werk. Ik breng eigenlijk voornamelijk gewoon hardstyle dan uit en niet in een ander genre. Ik heb laatst wel... hoe noem je dat? Moombaton en hardstyle track gemixt, zeg maar, door elkaar. Oké, okay, oké. Okay. Die staat ook op mijn Soundcloud trouwens, maar dat was op zich ook wel, dat vond ik leuk om te doen. En, maar verder is het vooral hardstyle, maar ik vind het wel leuk om met iemand een ander genre te maken. Ja. Ja, met andere vrienden doe ik dat. Er kunnen wel leuke nieuwe dingen uitkomen natuurlijk. Ja, ik ben precies. Al benieuwd, de Moombaton en hardstyle. Ja. Ik ga hem zeker even luisteren in ieder geval. Ja, en soundcloud.com/claustrophobics, denk ik. Ja, klopt. Oké. Okay. Ik zou jullie zeker aanraden om dat even een keer te checken, want volgens mij wordt er heel veel geproduceerd. En we hebben heel veel DJ's hier langskomen, maar produceren wordt ook gedaan. Alleen echt heel veel in de beginfase, maar je hebt al een stuk meer ervaring in... Heb ik altijd. En je hebt ook volgens mij nieuwe nummers opkomst, toch? Ja, en een nieuwe EP in augustus. EP, ja. Wat kunnen we verwachten? Ik heb ze alle drie gedraaid hier net. En ik ga ook nog samen met een vriend van mij, die is een eigenlijk een video-editor, zeg maar. Maar die kan ook artwork maken en dat soort dingen. Voor mijn eerste release heeft hij dat ook gedaan, Dream Inside. Dat, daar ben ik ook heel tevreden over die artwork. Dus daar ga ik ook meer... de komende weken nog aan werken. En mijn eerste nummer, dat was mijn eigen nummer, I Want to Feel. En ik heb Awake en Truth. Dat zijn dan drie nummers die ik net heb gedraaid en die ik dus in augustus wil uit gaan brengen.
Ja. Leuk, leuk. En de datum is nog onbekend. Nog. Ja, ja. Wordt nog een verrassing. Het wordt nog een verrassing, ja, precies. Ja, ik ben benieuwd. Leuk. En tof dat je heel veel zelf maakt. En qua draaien, heb je nog plannen voor de komende... Kijk, nu is corona natuurlijk. Ben je echt alleen met produceren bezig of wil je ook echt in het draaien doorgroeien? Ik wil ook wel in het draaien. Kijk, ik ben het meeste met produceren bezig en ook bezig geweest. Met draaien nog niet heel veel. Maar dat lijkt me ook leuk om dat wel verder aan te pakken en door te pakken, zeg maar. Ja, dat is wel de manier om natuurlijk wat je hebt gemaakt aan het publiek. Andere DJ's kunnen het ook draaien, maar het tofste is denk ik om het zelf te laten horen. Ja, absoluut. Ja, maar het zou ook wel een hele eer zijn als een andere DJ jouw eigen tracks gaat draaien. Dat is ook wel heel tof. Snap ik. Dus, en als we het dan hebben over die feesten waar je track zou kunnen draaien uiteindelijk. Wat is dan het optimale feest waar jij ooit nog eens zou willen draaien? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zozeer heel erg een droom heb. Zo van, oh, ik wil echt op Defcon draaien bijvoorbeeld of zo. Of Decibel. Dat lijkt me wel gaaf natuurlijk. Ja, en je zou er geen nee tegen zeggen. Ik zou er zeker geen nee tegen zeggen. Maar dat is niet per se dat echt een heel groot doel is van mij of zo. Ik ben gewoon muziek aan het maken. En ik denk wel aan bepaalde DJ's waar ik zo mee zou samen willen werken. Welke DJ's zou dat zijn? Ja, dat is bijvoorbeeld Headhunters. Dat is wel echt een groot idool van mij, zeg maar. Dat is wel een... vind ik gewoon een complete artiest, zeg maar. Weet je wel, hij heeft gewoon vette tracks. Maar daarbuiten is hij ook gewoon... Als persoon brengt hij ook echt iets extra's. En ik zie hem ook wel... dat vindt hij zelf volgens mij minder leuk. Maar wel echt als... Ja, een beetje het hoofd van de hardstyle. Ik weet niet, misschien zijn anderen daar het totaal niet mee eens. Maar hij is wel echt een bruggenbouwer, zeg maar. Dat vind ik gewoon tof. Ja, vet. Grappig dat je hem noemt. Want ik zit niet heel erg zelf in de hardstyle. Ik heb er nog niet heel veel van gehoord. Maar Headhunters, die naam, die ken ik zeker wel. Dat weet ik meteen over wie het hebt. Dat is ook iemand die niet alleen in de hardstyle, maar gewoon... Over de hele wereld, denk ik wel. Even laten zien wat hij kan. Klopt, hij was ook de hoogste in de DJ DJ Mac Top 100. Dus de hoogste hardstyle stijlen. Ja. En hoe heet het? Maar hij is ook, heeft ook een overstap gedaan nog naar house en EDM en zo, zeg maar. Een tijdje terug. Maar gelukkig is hij weer teruggekomen naar de hardstyle. Ja. Dat was echt bizar eigenlijk. Dat vond ik wel heel tof. En... verder vind ik hem gewoon heel gaaf. En heel Art of Creation, dat is dan het label waar ze die hij samen met Wild Styles runt. En er zitten nog meer artiesten bij. Maar dat vind ik gewoon, dat lijkt me gewoon heel tof iets om daarmee... Al is het maar even te connecten, weet je wel. Dat lijkt me gewoon heel tof. Ja, zeker. Ja. Nou, mocht je kijken, dus... Ja. Hier zit je man, hij wil collaben. Dus ja, precies. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, wie weet waar het allemaal terecht komt. Kan, hè? Ja. Ja. Hey, vet. Voordat we gaan sluiten, wil jij nog iets kwijt aan de kijkers thuis? Zeker. Ja, ik heb eind dit jaar, in oktober, 17 oktober, heb ik samen met Wijskamp... hebben we een eigen radio show, internetradio, bij Radio Live Oranje. Dat zit in Den Haag. Mm-hmm. En dat is van 5 uur 's middags, of 's avonds, net hoe je het wil zien, tot 1 uur 's nachts. En dus de eerste 4 uur is techno en de laatste 4 uur is hardstyle. En hebben we eigen line-up kunnen creëren, verzamelen. Dat is dus iets wat er ook aan gaat komen, wat ook heel erg tof is. Leuk, leuk. En, dus daar kunnen we ook alle nieuwe muziek die in de komende tijd ga ik wel weer nieuwe muziek maken. Dus wie weet dat er wel weer toffe dingen uitkomen. En die ga ik vast zeker daar wel draaien. Ja. Je hebt vast genoeg tijd nu in de coronatijden. Klopt, ja. Ja, ik werk nog wel dan bij Domino's. Maar voor de rest, ik heb best wel veel vrije tijd verder. Dus, Nou, vet. Ik denk dat het wel zo'n beetje was. Als mensen geïnteresseerd zijn geraakt, waar kunnen ze jou volgen? Ja, op Instagram sowieso. En Facebook ook. Maar ik denk dat ik Instagram wel meer doe, zeg maar. Dus met die stories vind ik toch ook toffer. Hoewel Facebook dat ook heeft. Maar ik heb toch het idee dat het bij Instagram wel meer leeft. En, dus @claustrophobics met PH en CZ aan het eind. CZ, ja. Het is even een breinkraker. Maar je komt er wel, als je het echt wil zien, dan kom je er. En ik heb ze ook nog getagd in de stories. Oh, top. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Mooi.
Ja. En hartstikke bedankt sowieso voor, ja, de, voor de uitnodiging. Dat jij ook bedankt dat je hier wou komen. Ja, graag gedaan. Absoluut. Ja, vet. Tof.